Vandaag is Wijk TV in het Doehuis in Padbroek in Kuik. Want binnenkort is hier voor de 80ste keer een kinderbeurs waar ook speelgoed te koop is en van alles en nog wat. En iemand die er alles vanaf weet is Ingrid Hartman. Die staat hier bij me. Die heb ik even van het werk gehouden. Ingrid, de 80ste keer een beurs. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. We hebben inderdaad dit weekend 80ste beurs. Wij organiseren deze beurs twee keer per jaar. Een voorjaarsbeurs en een najaarsbeurs. En deze keer dus de 80ste keer al. Volgend jaar bestaan we 40 jaar. En wie is we? Wie organiseert dit? Padbroek Actief organiseert dat. Het is een organisatie uit Padbroek en die hebben eigenlijk allerlei activiteiten altijd georganiseerd. Maar ja, de laatste jaren is het eigenlijk alleen nog de kinderkleding- en speelgoedbeurs en de secondhand beurs voor volwassenen. Die is over 2 weken wordt die georganiseerd. Dus als ik het goed begrijp, zijn jullie dus al 40 jaar bezig met deze beurs. Dat klinkt dus als een echt succes. Ja. Hij loopt hartstikke goed. Vanaf het begin is het eigenlijk hartstikke druk altijd geweest bij de kinderkledingbeurs. We hebben wel nou de laatste jaren heel veel concurrentie van het internet. Hè? Dus we moeten er harder aan trekken. Maar we hebben nog altijd een hele leuke opkomst en een goede verkoop. Ja. Op dit moment zijn een zestal vrijwilligers hier aan het werk om de kleding op te hangen, te sorteren en zo. Maar hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Hoe komen jullie aan de kleding en aan het speelgoed? Nou, mensen uit de omgeving die kinderkleding of speelgoed hebben wat nog verkoopbaar is. We kijken het allemaal goed na. Het moet heel zijn, het moet compleet zijn, er mogen geen gaten in zitten, geen vlekjes. Die kunnen het inkomen schrijven en samen met de klant wordt dan gekeken naar de prijs. Uiteindelijk bepaalt de klant dan wel de prijs. En dan doen we allemaal prijskaartjes aan de kleding en dat komt allemaal hier te hangen. En in principe is het vrijdag de inname. De vrijwilligers van ons die doen het allemaal op voorhand inschrijven, want wij hebben vrijdag zijn we allemaal heel druk hier. En dit jaar hebben we eigenlijk ook de mogelijkheid gegeven voor mensen die op vrijdag niet kunnen om het op voorhand ook in te schrijven. Maar ja, die plek daarvoor was wel beperkt, maar we hebben een enorme opkomst gehad al. Ja, want hoeveel kledingstukken hebben jullie zo hangen straks hier? Ik verwachtte ja dat we de 3000 gaan halen. Ja. Dat klinkt heel veel. Is het veel? Is het een beetje een gemiddelde? Of is het extra veel of weinig? Nee, het is extra veel dit jaar. Ja, en met name omdat we nou veel op voorhand hebben ingenomen. En ja, er is een enorm animo dit jaar. Dus erg leuk. Ik kan me ook voorstellen, als ik hier kom en ik lever maat 158 in, dat ik snel even kijk bij 164 of daar iets leuks bij zit of niet. Heel verstandig. Ja, de kledingmaat wordt ingeschat. Het is tweedehands kleding, dus het is allemaal gewassen. Het kan wat gekrompen zijn. We proberen het zo goed mogelijk in te schatten wat de maat is. Maar ja, het is aan te raden om altijd de maat groter en de maat kleiner ook te kijken. Want soms hangt daar ook nog wel leuke dingen tussen. Ja. Maar ik bedoel ook, als ik mijn kleding heb ingebracht en mijn kind is eruit gegroeid, misschien hangt er weer iets leuks bij in de volgende maat, toch? Ja, absoluut. Er wordt heel veel gedaan. En dan krijg je eigenlijk een soort ruilhandel. Hè? Dan ga je je oude kleding breng je in en dan je nieuwe koop je weer. En dan ben je weinig geld kwijt. En dan heb je toch weer allemaal een hele nieuwe collectie. Mensen vragen een bepaalde prijs voor hun product, voor het kledingstuk of voor het speelgoed. Ja. Maar verder moeten mensen ook inschrijfgeld betalen of mogen ze gewoon alles weer mee naar huis nemen? Of hoe gaat het? Nou, we hebben hier dus geen tafeluur of zo. De verkoop gebeurt echt door vrijwilligers. De kledingstukken worden ingeschreven. Als je bijvoorbeeld 2 euro voor iets wil hebben, zetten wij 10% meer op het kaartje. Dus degene die het koopt, die betaalt die 10%. Dat wordt meestal, voor wie is dat? Voor het goede doel wordt het meestal gebruikt. We hebben nou afgelopen jaar de tuingroep hier van het Doehuis gesponsord. Er zijn 3 nieuwe bankjes helemaal gekomen. En ja, ieder jaar hebben we eigenlijk een ander goed doel. Dus als iemand een goed idee heeft van nou, daar kan wel wat naartoe, die kunnen wat gebruiken. Ideeën zijn welkom. Oké. Dus als ik 2 euro vraag voor iets, maken jullie er 2,20 van? Ja. Wat de klant dan dus betaalt, degene die koopt, dat was het aan kosten?
Nee, degene die verkoopt, als je dat product verkocht hebt voor 2 euro, gaat van die 2 euro gaat 15% af. En dat is voor de organisatie. Voor het huren hier van de ruimtes. We hebben pas nieuwe rekken allemaal moeten kopen. Inschrijfboeken moeten ieder jaar weer gekocht worden. Maar ook vrijwilligers, die drinken hier een kopje thee, een kopje koffie. Zijn ruim 2 dagen heel actief bezig. Dus ja, daar is wel wat extra's dan voor. Ja. En worden jullie daar rijk van die 15%? Nee, we spelen kiets. Ingrid, als mensen hun spullen nu niet verkocht hebben, wat gaat er dan mee gebeuren? Komen de mensen dat allemaal weer ophalen, zondag of maandag? Ja, maandag mogen de spullen opgehaald worden. En zaterdag sluiten we om 3 uur. We zijn van 1 tot 3 open. Om 3 uur sluiten we, dan gaan we alles op kleur hangen. We hebben allemaal prijskaartjes, 6 verschillende kleuren. Dat wordt allemaal gesorteerd. Op ieder prijskaartje staat een klantnummer. Dat wordt allemaal gesorteerd. Dat wordt allemaal in zakken gedaan. En gaat in principe terug naar de klanten. Er zijn een aantal klanten die zoiets hebben van, nou, eigenlijk hoef ik het niet meer terug. Dat gaat allemaal naar Gambia. Is een, ja, is het goed doel. Sumita is dat. In Gennep zit een familie die daar ieder jaar naartoe gaat. Die verzamelen allemaal textiel. Dat verkopen ze. En met het geld daarvan hebben ze altijd projecten in Gambia. Waar dat voor gebruikt wordt weer. De 80ste keer zaterdag. Verwachten jullie nu extra veel mensen of zo? Of doen jullie nog iets feestelijks? Nee, volgend jaar gaan we wel iets feestelijks doen, is de planning. Dan bestaan we 40 jaar. De beurs is de eerste keer gestart zonder dat hij aangemeld is. Dat was een groot succes. Het jaar erop zijn we echt een vereniging geworden. Dus vandaar dat het volgend jaar pas echt 40 jaar is. We hebben heel veel geflyerd, dus we hopen deze keer dat er heel veel mensen gaan komen. Ja. En dan binnenkort ook nog de second-hand beurs, wat je zegt. Dat is voor volwassenen kleding. Voor de volwassen kleding. Dat is 6 en 7 april is die. En dat is volwassen kleding, ja. En dat systeem is hetzelfde? Het systeem is hetzelfde. Er is alleen geen speelgoed bij, alleen kleding. Bij volwassenen die willen de kleding wel passen. Dat zie je bij kinderkleding veel minder. We hebben wel een ruimte waar echt de grotere maat kinderen wel wat passen. Maar de volwassenbeurs die heeft de ruimte waar wij het speelgoed hebben staan. En is pasruimte voor de volwassenbeurs. Ja. Nou, prachtig. Ik wens jullie heel veel succes bij jullie 80ste keer. En nou, dat jullie maar heel veel mogen verkopen. En vooral veel binnenkrijgen voor het goede doel. Hartstikke bedankt. We hebben er zin in.